Maar Boots, we staan bij je tulpen, maar die hadden ons ergens anders moeten staan, hè? Die hadden zeker ergens anders moeten staan. Ja, weet je, er is op het laatste moment eigenlijk gezegd van de driebanflora die altijd plaatsvindt in februari, die is afgezegd in het sporthal de Bannen in Venhuizen vanwege de huidige perikelen. En daar kan je het wel of niet mee eens zijn, maar ja, daar moet je mee dealen op een gegeven moment. En je moet ook een besluit nemen. Want ja, als je te lang wacht, die tulpen die komen. Er zat het toch al een beetje aan te komen dat het een beetje vrijgegeven zou worden? Is wel waar, maar de keuze om uiteindelijk, want die keuze is al langer teruggemaakt. Die tulpen die komen, die gaan bloeien, die moeten opgezet worden. Wat gaan we daarmee doen? Ja, en op een gegeven moment is het gewoon een kwestie van de meeste stemmen gelden. Nee, we gaan het niet doen. En daarmee wil ik trouwens wel zeggen, daarom staat het hier. Maar dat is voor de vaklieden, hè? Voor de vaklieden, ja. Ja, hier komt geen publiek. Ja. Nee, weet je, voor vaklieden, dat is absoluut waar, er komt hier geen publiek. Daarom is er ook geen rugbaarheid aan gegeven aan deze show hier. Kijk, vaklieden, het gaat veel verder dan alleen een tulp kweken. Die vaklieden onder elkaar, die spreken elkaar niet zoveel. Dus het is natuurlijk ook belangrijk dat je elkaar eens eventjes goed in de ogen kan kijken. En hoe gaat het nou eigenlijk bij jou? En daar is zo'n show ook voor. Dus wij vonden het sowieso belangrijk om dat hier te laten zien. Hoeveel soorten tulpen staan er nou voor jou hier? Nou, hier staan, weet je, dit hoekje is dan inderdaad van ons. Dat is een twintigtal soorten, maar er zijn er nog wel ietsje meer. Maar dit is gewoon prima en mooi toonbaar. Maar in totaal staan hier echt wel in de hele show zo'n 20.000 tulpen die gekweekt zijn en opgezet zijn door verschillende leveranciers. Hè? Want wij zijn er eentje, maar je hebt ook nog allerlei mensen hier uit de regio qua kwekers die ook hier staan. Staan hier nou tulpen die nog geen naam hebben? Bijvoorbeeld gedoopt hadden kunnen worden? Er staan hier zelfs heel veel tulpen die nog geen naam hebben. Zeker als mensen onder het vak bij je langskomen, is het goed om die te laten zien. En die kunnen nog allemaal een naam krijgen. Dus al weet je nog een naam, Bert. Johan Derksen bijvoorbeeld. Nou, weet je, misschien de huidige Olympische Spelen zijn gaande. Ik sluit niet uit dat we binnenkort een of andere gouden sporter hier om de hoek hebben kijken die even wat komt dopen. En die komt uit de tulpenwereld, hè, Irene Schouten. Ja, precies, precies. Ja, nee, dat zou zomaar kunnen. Dus ik denk overigens wel dat die familie dat zelf ook wel heeft bedacht. Staan er die tulpen van de familie Schouten? Nee, hier niet. Nee. Die staan lekker in hun eigen kast nu. Nee, de driebanflora, als zijnde wat dit is, zijn toch grotendeels bedrijven die hier echt uit de regio komen. En dat is de regio, de drieban, en dat is in Venhuizen? Exact, ja, exact. Ja, hoeveel tulpenkwekers zijn er dan in Venhuizen? Poeh, dat is een goede vraag. Van groot tot klein zijn dat er, dat kan je niet op twee handen tellen. En de een heeft een paar hectare waar hij mee kweekt, maar de ander die heeft echt meer dan 100 hectare. Dus dat scheelt enorm. Tulpen, ja, die gaan over de hele wereld, zijn bekend. Maar de tulp komt uit Turkije. Officieel wel. Ja, het is uiteindelijk een hele goede vondst / exportproduct geweest om dat naar Nederland toe te halen. Want in Turkije ontdekt, maar in Nederland heel groot geworden. Wat is er nou zo bijzonder aan een tulp ten opzichte van een andere bloem? Weet je, sowieso komt een tulp altijd terug in het Hollandse product. Hè. Neem een toerist, die zal drie dingen benoemen. Dat is een tulp, een klomp en misschien wel Amsterdam met zijn erotische activiteiten. Maar een tulp blijft altijd in die top drie staan. Dus een tulp blijft voor een Nederlander een tulp. Maar voor een buitenlander is een tulp echt bijzonder, oprecht bijzonder. Hoe lang blijft de tulp nou eigenlijk staan in een vaas? Een week? Nou, weet je, wij hebben mijn bedrijf heet Tulpen te Koop, hè, tulpentekoop.nl. En wij bieden ook tulp aan met de bollen nog aan. Dus dat scheelt aanzienlijk. Als je een tulp in een vaas zet, dan heb je na 5-6 dagen, denk je van, wat mooi is er wel vanaf. Maar al laat je de bollen aan zitten, ja, dan mag je echt wel een dag of 10 vaasleven verwachten. En dan eigenlijk nog wel ietsje langer. Dus dat scheelt heel erg. Hoe lang zit je al in de tulpenkwekerij? Nou, van kleins af aan eigenlijk. Kijk, als je natuurlijk een vader hebt die in de tulpenkwekerij zit, dan groei je daarmee op. En natuurlijk is het wel een uitstapje daar en vind ik het wel leuk daar. Maar uiteindelijk, als je de basis bekijkt, dan zit ik daar al 43 jaar in. Ik ben 43 toen ik geboren werd. Dat was al tussen de tulpen bedacht. Dus ja, heel lang al. Er zitten hier verschillende kleuren. Geel zie ik.
rood, wit. Ja, wat zijn nou de meest gangbare tulpen? Nou, weet je, daar hangt aan elke tulp hangt een prijskaartje. De meest gangbare tulpen zijn nog steeds de tulpen die in een supermarkt voor 3 euro per bos worden aangeboden. Omdat dat gewoon de grootste markt is. Maar de mooiste tulpen, dat zijn de pioenachtige, dubbele. Waar ook echt wel de focus is. Kijk, mijn vader en moeder die hebben al 30 jaar een veredelingsbedrijf. En die hebben vanaf het begin af aan ingezet op de pioentulp. Dus je ziet ook in hun assortiment heel veel dubbel. En als het enkel is, dan moet het al een uitzondering zijn. Dan moet hij al heel vroeg zijn bijvoorbeeld. Of heel sterk, of een heel aparte kleur. Maar de main focus is echt het dubbele. Ja. Dus hier op de voorgrond die lichtrode? Ja, weet je, een dubbele. Je hebt, dit is dan inderdaad een roze. En dit kleurtje is dan toevallig ook nog eens heel populair. Dus en als je door de ogen van een consument kijkt, want daar moet je eigenlijk doorheen kijken, dan wil die eigenlijk altijd iets anders. Kijk, wij zeggen als kwekers bijvoorbeeld, een virustulp, die moet eruit. Maar een consument zegt, een virustulp, heb je er niet nog meer van? Alleen, virustulp, die valt wat meer lastig te kweken, dus dat zal een beetje een lastig verhaal worden. Maar goed, je moet heel goed luisteren naar de consument, daar gaat het om. Hadden enkele van deze tulpen in de prijzen gevallen? Bij de Ribellanflora, als die door was gegaan? Ja, als het aan mij ligt, waren ze 1, 2 en 3 geworden. Maar als ik oprecht moet antwoorden, dan zeg ik wel, elk jaar vallen er wel tulpen van ons in de prijzen. Maar we zijn niet de enige die prijzen winnen. En eigenlijk verdient iedereen een prijs, maar dan praat ik weer heel sportief. Maar natuurlijk wil je zelf wel winnen, hè? Dat mag duidelijk zijn. Of is het meedoen belangrijker als het winnen? Ja, het meedoen is zeker belangrijker. Enkel het winnen staat bij mij wel op nummer 1.